Ja, het is inderdaad, zonne-energie is buitengewoon belangrijk, windenergie is buitengewoon belangrijk. Wat in ieder geval, waar wij, de partijen hier bij elkaar zijn, duidelijk voor gaan, is sluiting van die kolencentrales op zo kort mogelijk termijn. Ook stoppen met greenwash, als het bijstoken van biomassa. Dat houdt die centrales alleen maar nodeloos in stand. Het is greenwash, het helpt niet bij, het draagt niet bij aan een beter klimaat. Het kost heel veel energie om die pellets hier naartoe te brengen. En bovendien, hout is een product dat geen afval is en dat op een betere manier kan worden gebruikt dan het botweg opstoken in centrales. Dus sluit de kolencentrales en groen licht voor zon en wind. Hallo, ik ben Carla Dick van de ChristenUnie. En ik sta hier pal voor de zorg voor onze mooie planeet, voor onze mooie schepping. En wat daarvoor moet gebeuren is een einde aan het fossiele tijdperk. Wat mij betreft zo snel mogelijk. We zitten nu in een periode van transitie. En we zien dat het niet snel genoeg gaat door allerlei gevestigde belangen. Onder andere de belangen van de kolenboeren. Nou, dat is niet waar ik voor sta. Ik wil echt naar die schone energie toe. Dat betekent geen biomassa bijstook. Al bij de energieakkoordpresentatie hebben we direct gezegd, no way dat er 4 miljard van belastinggeld er naartoe gaat naar het subsidiëren van onze kolencentrales. Dus dat willen we in ieder geval niet. Liever dan die 4 miljard investeren in technieken die echt duurzaam zijn, zoals zon en wind op zee. We willen ook absoluut niet dat er nou warmtenetten worden aangelegd op basis van de restwarmte van kolencentrales. Want ook dat houdt allemaal maar weer die kolencentrales veel te lang in de benen. Langer dan nodig is. 2020, dat is het jaar. Kolencentrales uit en volop wind en zon. Dank u wel. Ik ben Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. En ik denk, zoals we hier staan en wat ik van mijn collega's gehoord heb en ook van de mensen hier, hè, we hebben hartstikke helder wat we willen. Kolencentrales uit, wind aan. Er zijn clubs die op dit moment daar actie voor aan het voeren zijn. Wij zullen daar straks in de Kamer voor pleiten. Maar er zijn meer dingen die we allemaal zouden kunnen doen. En dat is bijvoorbeeld, bedenk eens of je een CDA'er, een VVD'er, een PvdA'er in je kennissenkring hebt. Bied je aan als energiebuddy. En ga met mensen praten. En vraag die mensen weer om ook te vragen, wil jij energiebuddy worden? Zodat we niet alleen weten wat we willen, dat we er actie voor voeren of politiek debat voor voeren, maar dat we ook die hele maatschappij doordringen van, wij kiezen hier zelf voor, wij maken in Nederland zelf onze besluiten en wij zijn zelf in staat om dat te veranderen. Wij gaan die kolencentrales met z'n allen sluiten, we krijgen meer wind in Nederland. Ja, dat is een mooie Liesbeth van de energiebuddies. Ik ben Erik Smaling van de SP. En ik sluit me van harte aan bij de vorige sprekers. We hebben hier te maken met ingewikkelde materie. De zaken veranderen heel snel. Als je het aantal mijlpalen optelt in het afgelopen jaar, dan kun je er zo al een stuk of 4-5 noemen. De agenda-uitspraak, de klimaattop, Kamerbesluit om kolencentrales uit te faseren en nu ook om dus niet subsidiegeld te verspillen aan biomassa bijstoot. Het zijn ingrijpende besluiten waar ik erg blij mee ben, maar wat van een minister ook een flexibiliteit van geest noodzaakt. Nou, de minister heeft veel kwaliteiten, maar ik zou dat niet bovenaan zetten. Maar het is ook wel nodig. Iedereen die dit dossier zou beheren, moet flexibiliteit van geest hebben, want het gaat heel snel. Er moet bespaard worden in de industrie, transportbrandstoffen, in het verkeer, woningisolatie, de zaken die hier nu aan de orde zijn. Het op allerlei manieren heb je knoppen waar je aan kunt draaien. Dus dat moeten we zeker doen. En wij vormen in ieder geval een pact. Ik wil wel één kanttekening maken als SP'er, en dat is dat voor wind op land wij wel van mening zijn dat die hele grote rijkswindparken, dat die te veel worden doorgedrukt hier en daar. En dat de sociale structuur in bepaalde delen van het land, met name in Drenthe en Groningen, onder druk zet. En daar ben ik niet voor. Dus het verhaal net van de windcoöperatie, zo moet het. Met burgers en niet ondanks de mensen. Maar verder staat het natuurlijk helemaal aan de kant van degene die zo snel mogelijk naar een duurzame maatschappij over willen stappen. Dankjewel.